Philips topman Harry Hendricks gaat met pensioen. Per 31 december van dit jaar legt hij zijn functie neer. Hendricks is al 39 jaar in dienst van het van oorsprong Eindhovense bedrijf. Hij was sinds 2002 directievoorzitter. Eerst bij Philips Nederland, daarna bij Philips Benelux. Begin 2012 werd hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van business to governments bij Philips wereldwijd. Hendricks blijft ook na zijn pensioen wel actief in maatschappelijk en bedrijfsmatig opzicht, zo meldt Philips.